Goedendag, de afgelopen 24 uur trokken een aantal buien over het land. Het leverde weliswaar mooie beelden op, maar inmiddels zijn die buien alweer het land uit en komen er brede opklaringen voor. Op de weercomputer zien we die storing van afgelopen nacht nog wel goed terug. Een aantal buien die zuidwaarts trekken. We moeten kijken wat in het noorden ligt. Er liggen een aantal opklaringen klaar. En de zon zullen we vanmiddag dus ook geregeld zien. Zeker in het noorden en midden van het land. Maar wat we ook zien is dat de stroming langzaam wat meer naar het noordwesten draait. En de aanvoer vanaf de Noordzee komt. En daar ligt toch wel aardig vochtige lucht klaar. De komende dagen gaat de zon het dus ook echt wel moeilijker krijgen. Daarbij zien we ook nog een sterk hoge drukgebied na nabij de Britse eilanden liggen. En ja, onder dat hoog zou die bewolking maar moeizaam oplossen. Dus de zon die krijgt daar vandaag dus echt wel een stukje moeilijker. Vandaag nog niet. Vandaag dus geregeld veel zon. Tenminste in het midden en noorden van het land. Daar de breedste opklaring in het zuiden komt toch nog wel wat meer bewolking voor. En bij niet al te veel wind uit het noordoosten loopt de temperatuur op naar 8 tot 12 graden. En vanavond neemt de wolking geleidelijk aan toe vanuit het noorden. De wolking kan af en toe zelfs dik genoeg zijn voor een spatje motregen. Ook komende nacht is het eigenlijk in heel het land bewolkt. En omdat het bewolkt raakt, koelt het ook maar amper af. De minima liggen zo rond de 5 of 6 graden. Misschien dat het heel even nog een fractie kouder wordt in het oosten van het land. En ja, morgen veel bewolking. Het wolkendek uh, breekt maar moeizaam. Als we de zon zien zou het vooral aan de kust zijn. En de loopt de temperatuur op naar een ja, toch al wat tegenvallende 9 tot 11 graden. De wind is naar het noordwesten gedraaid, maar speelt amper een rol in het weer. En af en toe kan de bewolking dik genoeg worden voor een lokaal spatje motregen. En dat weer, dat houden we nog wel even vast. Tot zeker zaterdag veel bewolking in Meer de meerdaagse... Overdag 10 tot 12 graden en in de nachten toch wel ruim boven het vriespunt door dat wolkendek. Vanaf zondag lijkt er toch wel wat meer stroming in de atmosfeer te komen. Er komen er ook een aantal buien om de hoek kijken. En zien we de temperatuur ook overdag langzaam naar beneden gaan. En als we naar de pluim kijken, zien we ook dat het voorzichtig volgende week wat kouder begint te worden. De kans op nachtvorst neemt toe. En ook overdag komt het kwik soms maar moeizaam boven de 5 graden uit. Misschien dat we zelfs een winterse speldepik krijgen. Fijne dag!